Net zoals bij de grote jongens moesten de jongeren van FT Antwerpen op bezoek in Malle. Voor de Antwerpenaren komen het er vooral op aan op deze laatste speeldag van het jaar geen verlies te leiden. De troepen van coach Jesse Verstraeten had zijn jongens deze boodschap goed overgebracht. En op geen enkel moment kwamen de jongeren van het Rooi in de problemen. Voor de belofte van de thuisploeg was het quasi een onmogelijke opdracht om tegen dit bulkentalent iets te ondernemen. FT Antwerpen voetbalt goed en de spelers gaan frivolend over het veld. De voedsel-liefhebber kan ook bij deze belofte zijn bevrediging wel degelijk vinden. Ook op vrije trap zijn de jongens gevaarlijk van het Rooi en het is alle hens aan dek bij de thuisploeg Malle. Scoren doen ze hier niet, maar de trap is staalhard en test het doelkader dat van goed makkelij moet zijn. Antwerpen blijft aanval na aanval in elkaar timmeren, al staan de kanonnen nog niet goed afgesteld. Wanneer Malle dan toch eens op doel mag afgaan, staat er een uitstekende Zemouri. Antwerpen blijft met de bal dollen en de thuisploeg heeft het moeilijk. Het lijkt allemaal zo simpel, toch ook is dit voedsel van hoog niveau. Snelle balcirculatie en een goed op elkaar ingespeeld team, dat is het winste wat je kan zeggen van de bezoekers. Yassine El Manouti met de 0-4. Met een voorsprong van 0-4 kunnen de jongeren van het Rooi zich best wel amuseren op het veld. Kapitein Jawad is in de beloftereeks een gijzel voor iedere speler en hij zet de ploeg zelf op een 0-5. Antwerpen blijft de bal goed rondspelen en de kansen creëren. Een lust voor het oog. Schieten vanuit alle hoeken, langs alle kanten. Het is kapitein Jawad die nu als aangever de 0-6 van Yassine El Makrini op het scorebord laat zetten. Ondertussen zijn we in de tweede helft en soms is er nog concentratieverlies bij de bezoekers. Slecht inspelen en dat geeft de thuisploeg de kans om zelf ook een aanval op te zetten. Coach Verstraeten van FT Antwerpen ziet het allemaal niet graag gebeuren. Maar de thuisploeg grijpt de kans en maakt na een mooie combinatie via Mats Bleukens de 1-6. De thuisploeg krijgt nu even hoop om meer doelpunten te scoren en begint beter mee te voetballen. Een tweede kans wordt op de paal getrapt. Via hoekschop laat FTA zich bijna verrassen, maar een attente Zemouri houdt zijn netten schoon. Meteen de tegenaanval en Antwerpen heeft dan wel iets spectaculairs in gedachten, toch staat de thuiskolie op de juiste plaats. De thuisploeg probeert de bezoekers wel onder druk te zetten, al is dat niet makkelijk tegen een hoogstorend FT Antwerpen. De jongeren zijn nog geen machine zoals de grote broers van het eerste elftal, maar voetballen kunnen ze allemaal. Wanneer de thuisploeg wat te dicht bij Zemouri komt, is het kapitein Jawad die de rust terugbrengt in de gelederen en de anderen zal laten uitvoetballen. FT Antwerpen meteen in de tegenaanval en het is uiteindelijk kapitein Jawad die al mee in de aanval is en Yassine Chemlal de eindscore op het bord laat zetten. De 1-7.
Ondertussen laat bezoekende coach Verstraeten doelman Zemouri mee voetballen. En dan is er bij deze belofte geen houden meer aan. Zelden dergelijke jongeren gezien die op deze manier van spelen zo goed onder de knie hebben. Jamat mag de thuisdoelman nog eens uittesten, al is deze niet van plan van zich nogmaals te laten verrassen of een doelpunt te incasseren. FT Antwerpen deed wat van hen verwacht werd en won makkelijk de wedstrijd met 1-7 en blijft zo aan de kop van het klassement staan. Na 11 wedstrijden staan zij met het maximum van 33 punten nu al 7 punten voor op Futsal Hasselt en 10 punten voor op de derde in het algemeen klassement Herstal. Met 62 gemaakte doelpunten en een saldo van plus 52 kunnen we nu al stellen dat dit Antwerpen dit jaar de zesde titel op rij zal vieren.